Ja, ik heb bewust die keuze gemaakt toen ik ook groen licht kreeg in 2016 in januari van nou, ik ga topsport doen opnieuw. Ik ga kijken wat ik met dit lichaam kan. En dat het daarom daar 5 jaar later goud aan de horizon zit. Ja. Op 5 augustus 2021 verbaasde Sanne Braspennings vriend en vijand door op dominerende wijze Olympisch kampioen op de keirin te worden. Wat ze ook zeiden van bij de mannen, die daar verwachten ze de medaille, de gouden medaille. En bij mij was hij onverwachts, maar kon hij wel vallen. Ze won niet alleen goud in Tokio, maar overwon 5 jaar daarvoor ook een hartaanval. Het was meer surrealistisch op het moment dat ik over de finish kwam van ik heb gewonnen. Fuck, ik ben Olympisch kampioen, weet je wel. Dat gevoel. Ja, en daarna komt echt het voldane gevoel van, ja, ik heb er gewoon geflikt. Sanne Braspennings, goud op de keirin. Dat het echt vet heeft wat zij heeft laten zien na een hartinfarct. Wat je nog kan met je lijf. I was just so nervous for her because I wanted her to do well. Obviously, I was acting tough, right? Yeah, just chill out. And then when she made her move to the front, I was like, that's the bell lap. She's winning. And I was just completely enjoying it, running around, just kind of trying to follow her like a dog. Het filmpje waar eigenlijk de staf en Jeffrey op het middenterrein heel de boel afbreken. Als ik daar echt goed aan terugdenk, dan word ik dat wel een beetje emo. And it was weird because I saw her come on the home straight and I was like, she's won. Yeah. She's won. And then I just remember running. I think I hugged Hugo and then tackled Jeff. Ik wist gewoon niet waar ik heen moest, wat ik moest doen. Zo ontzettend trots op dat moment. Zo ontzettend blij. Toen kwam de beruchte kussen. En Jeffrey Hoogland weet niet hoe hij het heeft. Ze hebben allebei goud thuis. Het is echt een waanzinnig hoor. Dat, je hebt er echt maar een paar in je carrière dat je echt denkt van, oh, dit gaat goed. En dan ga je in zo'n focus kom je dan en dan dwing je het eigenlijk gewoon af. En dat ik die dag mocht hebben op te spelen, ja, dat was echt een droom die uitkwam. Hoe heeft Sanne deze fysiek en mentaal zwaarste periode van haar leven weten om te zetten in Olympisch goud? Ja, als je bij stilstaat hoeveel uren werk hierin zit, dat is bizar. Ja. The Netherlands, you know, are very lucky to have her as an athlete, and I think she's a good story of someone who does all the right things in terms of commitment, hard working, dedication, and really becomes the best version of herself at the best moment, or the highest stage, which was Tokyo. Sanne Braspennings wordt de opvolger van de hele richtlijn. Niet Sanne hoeven overpraten, alles doen op eigen snelheid. Ze doet het gewoon. Inderdaad, ook misschien degene waarvan je het niet helemaal had verwacht dat ze hier zou winnen, maakt gewoon die. Rijdt hier iedereen eraf. Ja, ik ben begonnen op de weg. Als klein meisje. Want ik heb 2 oudere broers en die deden alle 2 aan wegrennen. En ik verveelde me zo. Ik dacht, ja, geef me maar een fiets, anders moet ik toch de hele tijd wachten. Dus zodoende. Al snel hield ik het langer uit dan hun. En ik werd ook een paar keer Nederlands kampioen op de weg bij de jeugd. Mocht bij de junioren de overstap maken naar de Nederlandse selectie. En ging toen naar Papendal om het baanwegprogramma te doen. En toen vond ik het wegwielrennen na zoveel jaar toch eigenlijk ook niet meer leuk. En toen ben ik om 21ste overgestapt naar het baanwielrennen. In de zomer, toen werd ik uitgenodigd om even 3 weken op trainingskamp in Amerika mee te mogen draaien. Daar heb ik eigenlijk meteen ja op gezegd. Ik heb me ook omgekeken eigenlijk naar de weg en toen ben ik echt vol omgeturnd als naar baansprinter. De laatste kilometers, dat is zo bijzonder aan de keirin. Je hebt eigenlijk meteen de wegfinale, weet je wel. De laatste meters zijn ingezet en je hoeft niet al die kilometers daarvoor, waar ik me soms best wel een beetje in kon vervelen in al die kilometers daarvoor. Ja, want je moet wachten, want je was een sprinter. Ook met een groep, minder alleen uren maken. En dat vond ik ook wel toch wel leuk om het op die manier plezier zo erin te houden. Oh, whenever I see her, I always smile. And as an athlete, she's what you always wanted in an athlete. Someone who's dedicated, hardworking, someone who,
it's a really good story. Like, I never knew she actually had the heart conditions until she actually told me like a couple of weeks before Tokyo. Really? So, I mean, yeah, she told me the story and everything. I was like, is this the same person? We waren op hoogte weer, in de plek waar ik eigenlijk ook ben begonnen met baanrennen. Colorado Springs, in Amerika. Ja, ik werd toch een beetje niet lekker of zo. Alsof ik een beetje te hard was gegaan, want daar hou ik wel van. Een beetje een gevoel van dat ik niet genoeg lucht kreeg en dat ik het benauwd had. En al dat soort dingen. En ja, omdat toen ook begon te regenen werd de wedstrijd afgelast. Dus we gingen ook niet verder met de wedstrijd. Toen ging ik maar naar huis. Ben ik nog naar huis gefietst, naar het campus moeilijk. En daar nog gegeten, gedoucht en dat soort dingen. Maar ik voelde me de hele tijd heel erg benauwd en ik kon niet echt lekker ademen. En achteraf gezien zat mijn linkerarm ook een beetje te vervelen. Alsof die niet helemaal van mijzelf was. Als ik dat gevoel een beetje op die manier kan uitleggen. En toen s'nachts kwam ik maar niet in slaap. En toen werd ik weer wakker. Ik had een halve paniekaanval aan het krijgen. Althans, dat dacht ik toen ook. Dacht me kamergenootje Laurien ook verriezen. En die zei, ja, ga nog maar liggen, doe maar rustig, weet je wel. Want ja, ik dacht, ja, wat de fuck is dit allemaal? Ben ik nog naar de wc gestommeld, begon ik heel hard te zweten en dat soort dingen. En toen ben ik toch nog doorgewaggeld naar de coachkamer. Gezegd, ja, ik voel me nog steeds niet echt chill. Hij zei, nou, moeten we anders het doc bellen, de sportarts. En die zei van, ja, anders kunnen we ook naar het ziekenhuis. Ik zei, ja, ziekenhuis, dat vind ik zo rigoureus, weet je wel. Dus ik weer teruggestommeld en toen werd ik ook ineens heel erg misselijk. Dus ik zei, ja, ik wil echt graag nu naar het ziekenhuis. Dus zijn we met de fiets naar het ziekenhuis gegaan. Klinkt heel ver, maar het was eigenlijk het campus afrijden. Want het ging ook naar beneden en het ziekenhuis was naast het campus. Toen ben ik eigenlijk letterlijk de eerste hulp ingereden, ingefietst. En toen hebben ze me overal aan vastgehoekt en allemaal dingen waar ze aan meten. Bloed afgenomen. Nou ja, toen wilden ze toch wel even gaan kijken in de operatiekamer. En toen ging mijn hartslag ook ineens helemaal van boven naar 80 en 60. Want ik zag nog aan mijn monitor die bij mijn voeten lag. En ik voelde me ook een beetje wegvallen. En toen hebben ze mijn adrenaline toegediend om mij wakker te houden. En toen zijn ze naar binnen gegaan via mijn lease om te kijken hoe het met mijn aderen zat rondom mijn hart. En toen bleek mijn rechterkantslagader eigenlijk zo goed als dicht te zitten. Dus ik had ook niet veel langer moeten wachten. Ja, die hebben ze toen gedotterd, schoongemaakt en een stent geplaatst. En toen hebben ze mij op de hartbewaking gelegd, gerold eigenlijk. En toen kwam eigenlijk daar, weet ik nog, kwam een nurse naar me toe en die zei echt van, ja, je hebt een hartaanval gehad. En toen kwam echt de eerste keer het woord hartaanval. En toen dacht ik echt van, ik kan de wedstrijd vandaag niet afrijden. Dat was het eerste waar ik aan dacht. Weet je wel, ja, want ik was nog bezig in de wedstrijd. Die was afgelast door de regen, omdat het de buitenbaan was. Dus ja, dat was echt woorden die mijn leven veranderden. Ja. Ja, en de wereld rondom je heen die gaat gewoon verder. Dat is heel bizar. Jouw wereld staat op dat moment echt heel stil. En ja, je bent heel ver weg van familie en vrienden. Gelukkig heb je wel gewoon je coach en renners bij je waar je toch wel een goede band mee hebt. Dus dat is wel fijn, maar ja, je wilt toch wel je moeder op dat moment. Je bent 24, maar op dat moment... Nee, kom mama. Ik herinner me nog heel goed dat we dat nieuws hoorden. Nou, toen was er op zich volgens mij alweer zo nuchter onder of zo. Of zat het besef zelf ook nog niet. Maar toen waren wij volgens mij vrij comfortabel of vrij gemoedsgesteld. Van, nou, het gaat weer goed met Sanne en wij gaan onderweg naar training of iets dergelijks. En hoe meer je er dan over leert, hoe meer je erachter komt hoe raar het is op haar leeftijd zoiets te krijgen. En hoe impactvol het dan is.
Ja, het zou eigenlijk goed moeten zijn. Ik ben toen naar huis gegaan, ben toen heel voorzichtig de revalidatie ingegaan na een paar weken van niks doen. Want uiteindelijk moet je eerst wel je lichaam wel rust kunnen geven om te kunnen registreren wat de fuck is hier zojuist gebeurd. En daarna heel rustig met mijn fysio de boel opgepakt. En toen bleek ik toch wel iets wat iedere keer wat last te krijgen als ik een sit-up deed of iets van oefeningen deed. Kreeg ik toch een beetje last rondom mijn hart streken eigenlijk weer. Nou, toen zijn ze toch maar weer gaan controleren via mijn hand. Zijn ze naar binnen gegaan om te kijken. En toen zagen ze dat mijn stent dicht zat. Dat hij verstopt zat. En toen was het van, ja, als jij nog topsport wil doen, dan moet je je stent open gaan maken. En dat was in september en het gebeurde in juli ergens. En dus toen koos ik wel, want ik wist toen niet of ik verder wilde met topsport. Want ik voelde me echt intens in de steek gelaten door mijn lichaam. Ik dacht, ja, waarom zou ik topsport gaan doen als ik heel goed onderhield mijn lichaam. En stank voor dank voelde ik het op dat moment. Dus heb ik wel de keuze gemaakt om toch wel die route open te houden om mijn stand open te maken. Dus dat was weer via mijn liefde naar binnen. Maar nog niet helemaal dat je de volle 100% goedkeuring zou krijgen om weer topsport te mogen doen. Dus dat was wel een groot vraagstuk, waar ik ook mentaal nog helemaal niet aan toe was op dat moment. Maar wel die keuze maakte om wel gewoon open te maken, om toch wel alle opties open te houden. Nou, dat was uiteindelijk goed gegaan. Ben ik verder met gaan revalideren in die wintermaanden. En toen was het in december even spannend om te kijken of ik groen licht kreeg in 2015. Omdat ik toch wel littekenweefsel heb wat een beetje zijn eigen ding doet. En dat moesten ze heel goed gaan onderzoeken om te kijken als ik dan erg mijn hartslag naar hoge hoogtes joeg, of dat dan veilig was. Om het contact dat ik ook met Sanne had, dan heb ik nooit het gevoel gehad dat ze er niet meer bij was of zo. Dat ze het niet meer voor de topspot zou gaan. Al heeft ze later wel echt gezegd van ja, ik was eigenlijk gewoon even geen topspot meer. En daardoor heb ik nog best wel wat testen ondergaan. Echt die revalidatie heel serieus genomen natuurlijk. En toen bleek ik wel in januari 2016 groen licht te krijgen voor topsport. Waarvan ik dacht van, oh, ik mag topsport doen. En daarna was het, oh, ik word ook gewoon oud. Ik heb wel wat littekenweefsel, heb ik wel, maar ik ben niet helemaal ongeschonden uitgekomen. Maar uiteindelijk kan ik wel gewoon nog alles doen. Maar de mentale neerslag die het heeft, die onderschat je misschien toch wel stiekem. Maar ik heb dat wel meteen opgepakt door psychologen te zoeken. En daar was de staf om mij heen ook heel goed in handelen en helpen. I didn't see it because I had so much faith in her as well. And what she could do. And the training proved that. I didn't see any reason not to believe in it. But obviously, I'm just an observer. I don't know what's going on inside of someone's head or body. But she's tough as nails, as we say in English. Ja, wees niet bang om hulp te vragen. Het was ook het cliché, klopt dan ook echt wel weer van, niks is echt belangrijk op dat moment dan jouw meest dichte familie of vrienden op dat moment. Het is echt, ja, je beseft op een gegeven moment weer wat je hebt eigenlijk en wie belangrijk zijn in jouw leven en koester dat. Ja, mijn lichaam opnieuw leren kennen, want echt de prikkel die ik nu soms geef, die was anders dan voor mijn hartaanval. Ik kan best wel heftig reageren op echte lactaattraining en dat ik voor mijn hartaanval had ik daar echt geen last van. Na mijn hartaanval werd ik daar gewoon bijna 2 weken ziek van. Echt gewoon misselijk, overgeven, hoofdpijn, een hele rattenplan. En nu ben ik er een dag mee onderweg. Als ik echt weer die eerste prikkel na een duurperiode of rustige periode geef, dan moet ik echt oppassen. Maar dat had ik voor mijn hartaanval, had ik daar echt geen last van.
uiteindelijk weer de grens gaan opzoeken met de vraag van hoe ver kom ik met mijn lichaam. En dat is wel iets super vets waar ik nu naar kijk. En ook als ik nadenk over het verleden, als ik op een gegeven moment die uitdaging aanging en ook inderdaad met het vertrouwen willen winnen in haar lijf van hoe ver kom ik met dit lijf. Ja, en ik denk dat die realisatie ook heel hard binnenkwam toen ze Olympisch goud haalden. Future Olympic gold medalist Shanna Breastbening. And the only thing I told her was just trust yourself. Yeah. And listen to your feelings and like I'm not going to tell you like if six goes here and you know, five goes here then you do the. She didn't need to know that. By the way, I'm holding her hand there, checking her breathing, and yeah. if it's calm, it's good. And she was calm, and I was like going up. If she's breathing heavily. I know she's not focused and not relaxed. And on the quarterfinal, I put my hand on her back and I was like, okay, good breathing. This is good breathing. This is good. This is going to be good. And she did really well. And then the semi-final, I was like, yeah, also good. And she dominated that semi-final. Yeah. And then the final, I was like, please, please, please. And then it's like, good breathing. I was like, yes. Act tough, act tough, act tough. Alles wat je in je hebt, Shanna Braspennings. Nieuw-Zeelandse in haar wiel. Dit lijkt op wat Engels lichter deed. Shanna Braspennings, goud op de kei in. That never gets old. Niets aan het toeval over te laten. Alles doen op eigen snelheid. Ze doet het gewoon. Shanna Braspennings en Jeffrey Hoogland weet niet hoe hij het heeft. Ze hebben allebei goud thuis. Weer de kop daartoe gezet. En het, op het hoogste podium en de hoogste prestatie gehad van de Olympische gouden medaille. Gefeliciteerd, hartstikke gefeliciteerd. Besef je? Nee, echt nog steeds. Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen. De brass bullet. Het was meer surrealistisch op het moment dat ik over de finish kwam van, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Fuck, ik ben Olympisch kampioen, weet je wel. Dat gevoel. Ja, en daarna komt echt het voldane gevoel van, ja, ik heb er ook geflikt. Het is onderdeel van wie ik ben, het zit in mijn rugzak. En het maakt me ook nu de mens wie ik ben nu. Ja. Dat is niet oké. Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En dat is wel onderdeel geweest in mijn verdere carrière. Om eigenlijk het maximale uit jezelf te halen. En van jezelf te vragen wat erin zit. En daar is zij zo ster in. Zij is zo koppig en eigenwijs. Dat als zij er alles uit wil halen, dan doet ze dat ook. En trekt ze het verder dan leeg. En heeft ze gewoon die eigen wijsheid om gewoon te bereiken wat ze wil daarmee. Dus aan de ene kant verbaast het dus eigenlijk ook niet dat ze Olympisch goud mee heeft kunnen halen. Maar het is wel ontzettend bizar. It was the most, in my opinion, dominant performance in a Kieran final. She did 10.62, which I think at the time, or maybe still is, the fastest final 200 meters of a Kieran. Yeah. And it was a performance worthy of a gold medal. But yeah, I think maybe there is an element of it wasn't recognized because it's an Olympic gold medal. They're not very many Dutch Olympic gold medalists. No. Als je maar een eigenwijs genoeg hoofd er ook op hebt dat je het hoogste van de hoogste nog wil en denkt te kunnen bereiken, zeg maar dan. En je gaat daar vol voor, dan kan dat dus ook gewoon. Ik denk dat dat het belangrijkste is en het mooiste is wat zij meegeeft aan meestal hartpatiënten, denk ik dan. Yeah. I just think that the dedication she showed and do all the little things right, you can get success. And being the best version of yourself is something people should strive for every day rather than just and now I want to do it or anything like that. So. Dat sporten echt je letterlijk echt gezond kan maken. Dat is ook een statistiek die mijn sportcardioloog ook zei. 70% van de mensen die een hartaanval krijgen in Nederland, die hoeven niet eens een stent te hebben eigenlijk. Die kunnen door middel van
juist sporten. En onder behandeling van de juiste revalidatiecoaches hebben die geen stand nodig, maar gewoon goed sporten. Je lichaam die vindt wel een weg, weet je wel. Tuurlijk zijn er gevallen waar het niet anders kan. Dat je een stand moet plaatsen of de boel moet fixen daar. Maar sporten, ja, het is een medicijn voor je lichaam. Ja. I think that I was very lucky to work with her, the team were very lucky to have her. I just can't say enough good things about her. Waar zitten we dan? Van Noorwegen naar Apeldoorn. Zo gewoon de bom droppen. Ik ga de bom droppen. Ja. Moet de camera pakken? Ja, pak je bom. Nou ja, ik heb besloten een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Nou, vooropstellend wil ik natuurlijk dat Sanne, als Sanne en dus mijn vriendin, gelukkig is. Ja, het is gewoon echt de vraag of ze dat nog in het fietsen was. Ik kan niet echt per se zeggen echt dat was de dag. Het is een beetje een proces natuurlijk van dat je er steeds meer vrede mee hebt dat dat de keuze zou kunnen zijn. Het was ook wel een hele zware periode, moet ik zeggen, vooral met corona voor de Spelen zelf. Je wordt intens geleefd, op een leuke manier wel. Je koopt ook nog even een huis en verkoopt je eigen huis ook nog ondertussen. Ga je ook nog afstuderen. Dus je gaat eigenlijk maar door. En ondertussen was je ook nog gewoon topsporter. Dus echt dat reflecteren van, joh, wat heb ik nu eigenlijk gedaan en beleefd en wil ik nog door? Ja, dat werd een beetje op de achtergrond gedrumd eigenlijk. Iets waar ze best lang mee geworsteld heeft en uiteindelijk heel moeilijk mee had. Ja. Uiteindelijk kwam natuurlijk een moment dat je denkt van, ja, ben ik nu te laat met de call van stoppen? Of moet ik nu maar weer door? Want uiteindelijk is topsport voor ons ook vertrouwd. Ja, het is zo eng om er ook mee te stoppen, want het is hartstikke vertrouwd voor ons. Dit is wat we doen, dit is wat we kennen, dit zijn de mensen die we kennen. Ondanks dat je misschien het spelletje en de boel een beetje zat bent, het is wel vertrouwd. I just thought it was a lack of motivation, like the post-Olympic dip. And you get it back again. But the more I spoke to her, the more I realized she was struggling. Yeah. And it wasn't a physical struggle, I don't think. It was more kind of emotional and mental. And that's why I'm so happy for her to take control. Ja, ik ben natuurlijk ook gewoon met mensen gaan praten, met een therapeut, met mensen naast me. En die zeiden van, ja, wat vind je leuke dingen om te doen? Ja, mijn automatisme is dan zeggen fietsen. Maar ja, ik moest nu verder kijken van wat mij maakt. En dat was wel een zoektocht. En die heb ik proberen op een leuke manier te benaderen. Want het is gewoon heel mooi om te kijken van, ja, wat vind ik leuk om te doen naast het fietsen? Ja, dat heeft me wel echt goed aan het denken gezet. En ik denk dat iedereen dat om de zoveel tijd zichzelf ook zeker mag afvragen van, wat maakt mij en doe ik dat wel genoeg? One thing I say with Shanna is like, she's obviously retiring and moving away from the sport. But I don't think there's no one has the right to say, you know, why she should be winning more or trying more. Like, she became Olympic champion out of nothing. What is her for her to prove? You know, she almost died 5 years ago with a heart attack, and she's now Olympic champion. Like, why does she have to be another one? Yeah. Like, and I think people don't really see that. Winning once is enough. Ik heb niks meer te bewijzen. Ik heb met een hartaanval teruggekomen, Olympisch goud gehaald. Ja, voor mij is het baanwinnaar uitgespeeld. I'm just so proud of her and her career and everything she's accomplished and who she is and who she'll become. Like, I really am excited to see what career she's going to go down. Nou ja, dat ik gewoon vooral nieuwsgierig ben naar wat de volgende hoofdstuk van Sanne Brasbrink zal zijn. Ja, wat die vasthoudendheid, en ik heb het nu al een aantal keer gezegd, die koffigheid van haar. Wat soms zo moeilijk is om mee om te gaan, maar zo gaaf is om te zien wat ze daarmee kan bereiken. Dat als ze gewoon iets wil, dan maakt ze een plan achter, dan maakt ze dat helder. En dat is iets waar ik dus heel wat van geleerd heb. En dat is iets waarom ik goed was in Tokio bijvoorbeeld. Dat heb ik van haar geleerd. Mensen dichtbij, die zien dat ook. Er is geen limiet aan wat je kan.
ik ben van duurrenster, van hele lange afstanden naar de meest korte afstanden gegaan die er is in het wielrennen. Ik ben van gezond iemand naar een soort van hartpatiënt gegaan naar Olympisch kampioen. Als je het echt wil, dan is er geen limiet om het te kunnen. Zielig muziekje. Die zwarte blaadjes op Instagram.